heb een paar dagen geleden deze foto op het internet gezet. En daarvan hebben jullie een paar geweldige memes gemaakt. En aangezien het alweer een tijdje geleden is dat ik heb gereageerd op mijn eigen memes, dacht ik dat het maar weer eens tijd is om te gaan reageren op mijn eigen memes. Me driving into your DM like, yeah boy. Zodra je deze foto in iemands DM stuurt, bam! Instant heb je die persoon gewoon gefixt. Hij is leuk. Nice. Vroom, bark. Hij is zo kut, maar die bark die maakt hem leuk. Voor de rest is hij best wel... kan beter. Pick me up at 8, Pascal. She. Fuck this shit, I'm out. Come on, man. Als ik op zo'n trekkertje met een hond achter in mijn bak ding, hoe je dat ook noemt. Als ik daarmee voor je deur sta, geen één meid kan daar nee op zeggen. Nee, deze klopt niet. Nee. Wat is dit? Dit is gewoon letterlijk een filter over de foto heen gegooid. Dit is geen meme. Come on. Dit is niet hoe memes werken. Maar bedankt voor je inzending. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. Hier. Deze trekker is veel beter dan een Bentley of een Honda. Maar ik heb wel een hond zonder de A achter in die bak zitten. Pardon. Pascal, je bent zo funny. Ja. Wanneer schoenen te duur zijn? Come on, ik was een kind. Ik speelde buiten. Dan denk je niet na om schoenen aan te doen, oké? Okay? Je gaat gewoon zonder schoenen naar buiten. Wat totaal niet slim is, maar ik deed het wel. Er is niks mis mee om met blote voeten een trekker... Dus een speelgoedtrekker te besturen. Nee. Wanneer je 10 subs op YouTube hebt behaald. Is dit het feest als je 10 subs op YouTube haalt? Het is wel een verrekt blij kopje. Dat moet ik wel toegeven. Pascal Scherpenkaart een starter pack. Een hondje, een trekker, Star Wars en een vlinder. Wat? Is dat alles op die foto? Oh my god, ja, een hondje, een trekker, die vlinder daar ook. Die vlinder was me nog niet eens opgevallen. En een Star Wars shirt. Ja, hij is leuk. Dat is inderdaad mijn starter pack. Haal het nu op www.sintrax.tv. Grappie, die kan je daar niet halen, maar wel andere leuke dingen. Before. After. Oké. Wat is het hoofd? Deze is zo stom. Dankjewel voor... Oké, whatever. Oké. Next one! Tokyo Drift. 5 minuten later. Ja. Het is grappig dat het laatst wel gebeurde toen ik op zo'n soort speelgoedtrekkertje zat. Oh mijn god, wat gebeurt er joh? Ja, ik was een pro Tokyo Drifter. Yeah. Wat is dit? Waarom heeft iemand dit ingestuurd? Dit is zo stom. En heeft hij nou een galg om die hond getekend? Come on, man! Laat Doggy met rust! Waarom moet die galg nou weer om die hond? When Bay finally text back. De zinselbouw ding klopt niet helemaal. Maar we snappen hem. Maar dat is inderdaad wel een verrekt goed kopje die blij is. Oké, deze is ook zo leuk. Ik hou van deze meme zo erg. De muis die naar binnen loopt, iets kut ziet en denkt, oké, fuck it, I'm out, I'm leaving en weer teruggaat. Oh man, nu mis ik Cat Dog. Dat is een goede kinderserie. Maar deze meme is ook leuk. Well done. Woo! Yeah! Even back then he looked like Draco. What? Dat valt wel mee, toch? Oké, Mirsi in de hoofdvorm klopt wel een beetje. Oké, misschien heb je een punt. Maak snel die foto, bitch, ik moet lachen. Oké, dit is niet echt een hele goede meme. Maar deze knul heeft er ook bij gezet. It's my first meme. Het is zijn eerste meme, jongens. Oké, hij is goed. Hij is goed gekeurd, omdat je eerste meme is. Je hebt je best gedaan. Mag ik een... in de chat als je dit ook een geweldige meme vond. Ik bedoel, het is wel zijn eerste. Dat is een applausje. Oké, we hebben deze met de jongen en het meisje die thuiskomen. Het meisje ligt lekker in bed en de jongen gaat zich uitkleden. Maar hij ziet ineens de foto van mij. And he is out. He is leaving the building. Ja, mocht je dus een jongen willen versieren, zet dan geen foto van mij op je nachtkastje. Want dan krijg je meestal in dit soort makmonken. Hoe heet dat woord? Ik kom niet op het woord. Jullie snappen wat ik bedoel, denk ik. Wat de F is dit? Waarom? Oké, die trein is best goed geplakt. Maar waarom moet je mijn hoofd omwisselen met die van Thomas de trein? Dang it. Hij is zo stom, deze foto is wel leuk. Je krijgt een...
8.6 out of 10. Wauw. Tokyo Drift, guys, let's go. Ik doe ook mee zoals jullie zien. Oeh, ik haal ze allemaal in, hoor. Woe, scoot, scoot. Hij is ook gewoon zo goed uitgeknipt als je hier ziet. Wauw. 10 punten voor Gryffindor voor het goed uitknippen van dit ding. Hey. Ah, he will look so cute when he's grown up. Never mind. Wauw, ik kan nog steeds cute zijn hoor. Denk ik. In ieder geval, sommige meiden noemen me cute. Ik weet nog steeds niet of ik daar blij mee moet zijn om cute genoemd te worden, maar... Yeah. Get in, loser. We're going shopping. Wat? Mijn hoofd, maakt niet uit waar je dat opplakt. Het ziet er gewoon zo stom uit. En hij of zij heeft zelfs die hond achter in de auto. Oh my god, we gaan deze wereld heen. Toen en nu. Ja. Yeah. Ja, ik ben nog steeds niks veranderd qua gedrag. Ik kan nog steeds soms een heel erg klein kind zijn. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zolang je zelf maar van je leven geniet, right? Ik bedoel, volwassen worden ben ik toch nog niet echt van plan. Why? Zelfs de vlinder en de hond hebben ze. Oh my god. Ik moet wel zeggen, jullie worden wel steeds creatiever. Deze is ook zo leuk. Het erge is ook nog gewoon dat er zoveel verschillende foto's van mij zijn. Op een soort trekkerachtig iets. Ik vind het überhaupt knap dat sommige van jullie deze foto's ook gewoon vinden. Jullie stelletje stalkers. Maar dit waren dan de memes voor deze keer. Voor de volgende keer wil ik jullie vragen om een soort van muziekachtige video te gaan maken. Zeg maar een beetje zoiets als dit. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar jullie creativiteit, dus verras me. Zodra er genoeg inzendingen zijn, ga ik erop reageren. En degene met de leukste song krijgt van mij deze pet opgestuurd. Plus natuurlijk een kaartje met handtekening. Mocht je jouw video af hebben, dan kan je hem uploaden op YouTube en het linkje zetten in mijn Discord channel. Linkje van mijn Discord channel staat in de beschrijving. En dan kan je de link delen in de channel inzendingen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd waar jullie mee gaan komen. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Abonneer hier beneden, doe een duimpje omhoog. En scoop, scoop, boop, 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 boop.